versnelling niet helemaal eruit raken. Dus zorg dat je hier buiten de snelheid dan bepaalt, niet weer op het laatste moment, zodat je die 14 nog het hele stuk blijft rijden. Ja. Met het gas, hè? Dan ben je weg, hè? Ja, nou, ik ging niet hard op de bocht. Nee, maar je ging daar van het gas en dan begroei je uit de bocht. Ja. Ja, het lijkt bijna hard om daar de 14 die bocht te gaan nemen. Ja, maar daar pak je het ook. Ja, ik alleen weet daar staat dat ene pionnetje, is het enige verschil, ze zijn allebei 6 meter breed. Het zit echt bij ons hier. Ja. Op het moment dat je de snelheid lekker hebt, loopt het ook heel mooi. Mm-hmm. Op het moment dat je met die snelheid gaat knoeien, of met je gas gaat knoeien, ja, is weg. Achteraan. Ja. En bijna boem. Ja. Op het moment dat je hem daar lekker houdt, of de keer daarvoor hier ook, loopt hij heel lekker erdoorheen. Het zijn echt die pionnetjes die daar extra staan ofzo. Probeer op je kijkpunt natuurlijk juist te pakken. Probeer met dat je je draai aan het zetten bent, daar ergens te gaan kijken, niet hieronder. Mm-hmm. Ja, je ziet hem te kijken. En doe alles behalve naar die jongen met die witte streep erop. Ja, ja, ja. Ja, dat ben ik volgens mij wel een ding, ja. Ja, je ziet het ook, je ziet dat je kijkt er al en dan komt de correctie weer. Ja, verder vooruit. Verder vooruit, kijk, ja. Gaat hij goed? Hier gaat hij goed. Dan moet je 10 keer rechts om en dan moet je hem links om en dan is het helemaal weg. De tafel is belangrijk. Een keer links om, steek je hem op het schuin over, pak je hem rechts om. Pak je hem links om, pak je hem rechts om. Dat je links en rechts hebt iedere keer. Ja. Dus de allebei opgestaan. Rechts zit nou erin en is links weg. Ja, ja. Omdat het gewoon in het leerproces nog niet helemaal. Niet helemaal bevestigd staan. Ja. Dus het tweede pionnetje, boven blijft naar buiten verplaatsen en die boven in het tempo houden. Okay.
met die hoor. Zeker achteraan begint te ruiken. Ja. Ik ruik toen... Een brandluchtje. Ja. Gaan we even lopen en parkeren doen, die hadden we nog niet gedaan hè? Nee. Allerlaatste pion daarachter. Links. Ja? Ga je gewoon zo naar achter. Als ik nou sta, ga je gewoon naast de pion staan in de brein. Oké. Okay. We gaan op de juiste wijze op en afstappen, motor en parkeervak in het garage zetten en uit de garage eruit halen. Dat is echt de verbeelding van dit spel. Uh-huh. Komt hij parallel naast de pion staan, je staat eigenlijk nog te ver weg, ja. Naast de pion. Stap je op de juiste manier af en op. Uh-huh. Lopen we door naar de derde pion, daar sta je draaien scherp naar links twee passen. Stoppen de motor, zetten hem achteruit in het vak. Uh-huh. Op de juiste manier gaan we hem op de standaard zetten. Daarna kantelen we de motor weer. Zetten we rechts standaard in. Naar buiten lopen we rechts naar de laatste pion. Ik zal hem een keer voordoen. Dat denk je een uitleg. Ja. En daarna kun je hem zelf doen. Zorg altijd dat je hier in de vrij staat. En als je alles wil gaan lopen, wil je die niet. Uh-huh. Dus wat doe ik zelf? Ik zet hem eigenlijk onder de vrij. Stoppetje netjes. Ja, zet dat ding uit, uh-huh. Vingers op de rem, stuur naar rechts, ja. Stap je af. Waarom stuur naar rechts? Enig idee? Wel waarschijnlijk omdat je de rem nog vast kunt houden en dat het in principe een gevaarlijke situatie niet naar de weg in gaat. Die kan ik zo ook vasthouden. Ja? Nee, de stabiliteit van de motor. Hier, pak maar een vaste motor. Ja. Heb je hem goed vast? Ja. Je ziet hè? Twee vingers gooi ik je bijna om. Mm-hmm. En vast? Ja. Ja. Dan kan ik echt wel eraan trekken, dat is okay. Het verschil. Ja, die motor die wil nou eigenlijk naar je toe vallen. Mm-hmm. Daar zit het verschil in. Dus die motor staat stabieler, met het stuur naar rechts staat. Ja. Dus op- en afstappen is dadelijk stuur naar rechts. Parkeren is straks stuur naar links. Ja, oké. Okay. Op- en af, stuur naar rechts. Parkeren, stuur naar links. Mm-hmm. Nou, dan gaan we van hieruit gaan we lopen, de motor staat vrij. Vingers blijven bij de rem. Ja. En lopen we naar de derde pion toe. Op het moment dat ik aan de derde pion echt gepasseerd ben, draai je vier scherp naar links met twee grote passen. Kijk, links, 1, 2, kom. Uh-huh. Laat die motor C445 graden, hij staat zelfs al scherp. Uh-huh. Leg ik de hand achter op het zaad of op de beugel, wat makkelijker is. Ik zelf vind hier makkelijker. En ga dat ding lekker achteruit hierin parkeren. In combinatie met dat bestuur te draaien, midden in het vak. Uh-huh. Klap dan mijn standaard uit. Je hand blijft hier achter. Uh-huh. Even mensen zijn nou geneigd. Hier te gaan pakken. Uh-huh. Wat gaat gebeuren als je hier gaat pakken? Ga je het zetten, dus met op een afstap, je gaat het stuur de verkeerde kant op draaien. Dat stuur je dan naar links. Ja. Blijf ik zo staan, naar buiten duwen, uh-huh. Is vrij zwaar, want daar hebben we geen spieren wil ik niet zeggen, maar te min voor. Uh-huh. Naar binnen gaat van naar je leen. Dan zetten we op de standaard. Uh-huh. Dan pakken we één hand hier, één hand hier. Trekken we hem even uit de vering. Aha, de voorkant. Waarom trekken we hem zo uit de vering? Hij staat dan maximaal schuin, ja. Maar hij staat ook maximaal naar achter op zijn standaard. Want stel, ik zet hem dan gewoon zo neer. En het is me al eens gelukt, ooit met mijn eigen motor zo. En ik let niet op. Mm-hmm. En ik trek nou niet, wat zou nou het gevolg zijn als ik loslaat? Ja, dat kan in ieder geval. Dan sta ik met mijn kont hier tegen de garagemuur en dan kan ik iemand bellen die me opraapt. Uh-huh. Nou, dus heb je hem zo staan. Nu stap terug. Dan zeg ik een examinator, dan zeg ik, maak de oefening maar af. Nou, ga je er naartoe, ik geef hem altijd met mijn heup zo een poort rechtop. Uh-huh. Draait stuur recht, standaard recht, vingers weer. Uh-huh. Nou, loopt het buiten het vak. Naar rechts, naar de laatste pion toe. Ook kort naar de laatste pion, want dit staat hier in de openbare weg voor. Ja, ja. Nou, hier stop je weer. Stuur naar rechts. Stap op. Dat is hem. Ja. Alsjeblieft. Dus, op en af stappen, stuur naar rechts, parkeren, stuur naar links. Uh-huh. Fout. Op- en afstappen, stuur naar rechts, parkeren, stuur naar links, stap je op. Kijk, en nou ga je over de standaard strikken. Kijk, wat nou gebeurt. Ja. Ja, ja, je ziet het aan dat voetje, die vindt het niet prettig. Nee, okay. Die ene bout vindt het nog veel minder prettig.
Dus met dat die knak zeg, of dat ik aangebroken is en je zet hem neer, flikkert de hele prul op de grond. Ja. Dus als je dat doet, geef hem een duwtje. Ja, oké. Ja. Alsjeblieft. Ja. Hup. Ja, stuur doordraai naar rechts. Doordraai naar rechts, stuur. Oh ja, dan stap je op. Okay. Dit is ook een afloop, die moet je gewoon even programmeren. Op zich, dit is een verplichte oefening op het examen. Die krijg je bijna gezegd. Ik zeg altijd, die uiteindelijk niet kan, die kan zich melden bij TNT voor postzegels gaan likken. Die plakken ze vast wel zelf nou, hè. Ja, maar ze hebben ergens zo'n ding liggen. Zo'n bakje kun je met de tongen doen, dan kun je postzegels likken en kun je ze plakken. Als de sprint eruit valt, dan kun je het zelf doen. Vingers op de rem, stuur naar rechts. Afstappen. Lopen naar de derde pion. Hoeft niet op standaard te staan. Nee. Dan lopen en parkeren doen we dan. Je gaat niet parkeren en dan lopen. Ja. En mensen, voor we de derde pion geparkeerd zijn, scherp naar links, twee grote passen. Ja, scherp naar links, twee grote passen. Zo. Ja. Andere kant op natuurlijk. Ja, ik hou hem achter op de zadel of op de beugel. Ja. En manoeuvreren maar naar binnen. Dat is niet helemaal. Kijk, dan sta je bijna met de kont tegen de muur aan. Dus loop je de volgende keer dat stukje verder door, resulteert hier ook een 30 centimeter verder in. Ja. Nou, dan ga je op de juiste manier op de standaard zetten. Dus laat die hand achter liggen. Mm-hmm. Klap die standaard uit. En klap dan met die linkse hand de stuur er binnen. Houd die goed op de standaard. Goed blijven op de standaard. Oké. Okay. Zo, en dan zet je hem neer. Dan pak je eventjes om. Dan trek je even. Hoppatee. Mm-hmm. Dat is het. Ja, dan pak je die motor weer, kantel je hem. Ik zag ze bij je filmpjes vaak dat ze gewoon achtertrekken. Dat mag ook, maar wij pakken meestal voor. Okay. Waarom doet het voor? Ik heb twee dingen tegen altijd. Op het moment dat je de hand hier gaat zetten, is de kans heel groot dat je stuur die kant op zet. Dus daarvoor zeg ik altijd, zorg dat die hand hier blijft. Mm-hmm. Maar probeer maar als hij zo staat. Zo. Ja. Maar vast achter. Probeer de stuur nog eens naar de rechts om te duwen. Ja, dat is bijna niet te doen. Hè. Dat is bijna niet te doen, want we hier gewoon die kracht hebben wij hieronder niet. Mm-hmm. Ja, in de jarenlang frieten gebakken heeft, die is hier sterk. Ja. Die duwt dan wel zo weg. Maar een of andere prutsen zoals wij die gewoon alles andere doen, die hebben hier wel een spier. Maar die hier, die is... Ja. Moeten we misschien zo leren trekken, misschien dat we het dan kunnen. Maar ja, misschien. Ja. Ja, dus kantelen. Kantel inklappen en dan de laatste pion. Vingers bij de rem, hè? Ja. Ja. Dan is het gewoon eigenlijk zo kort mogelijk heel langs af. Net dat het hier buiten de dingen is kunnen draaien. En dan ga je gewoon naar de laatste pion toe. Toch langs naar de laatste pion toe. En dan stop je weer stuur naar rechts en een stapje op. Je gebruikt met remmen altijd alle vingers. Ah ja. Ja, en dan opstap. Dat is het. Meer is het niet. Mm-hmm. Ik heb zin, die moet je gewoon even programmeren. Ook gewoon even voor je eigen. Die aflopen, gewoon even doorgaan, twee passen, scherp naar links. Flinke passen. Twee flinke passen, dan ben je er altijd. Ja, en niet het broek, ga niet als het wiel dus maar zo hier nog staat, al draaien, want je komt veel te ver terug. Dus zorg dat je het wiel ongeveer zo hebt staan al. En draai dan scherp door. Ja. Ja, maar dan ga je met twee, drie keer doen, heb je dat, voel je dat. Een beetje bij de voorvork zetten ongeveer. Ja, maar dan ga je voelen en doe het gewoon een inlopende beweging door. Stop je niet, maar dan haal je uit die flow. En dan werkt het ook niet. Nog maar een keer. We hebben toch nog een nieuwe oefening geleerd, mensen. Ja.
Nee. Ik zou ietsje verder rechtdoor lopen zoals je net gedaan had, hè? Ja. Ja, en dan hebben we het.